he's onside. Great first touch. Messi. Lovely pass. And again, the flag stays down. And this time, he will not be denied. Zlatan Ibrahimovic makes it five goals in five league games for the champions. Five out of five. You can't argue with that, Kevin. Yaya Toure into overdrive. Ibrahimovic! In the blink of an eye. Going to have to deal with that. Hasn't quite done so. Ibrahimovic! Surely not! Oh! Now that is brilliant. Wow. That is truly exceptional. You've got something to talk about tonight, folks. You've just seen a stunning... What's up, gasten? Skillman VVZ hier met vandaag de eerste aflevering van mijn nieuwe serie en hij heet Zoals Zlatan. Je hoorde net al een aantal goals van Zlatan Ibrahimovic en wij gaan dat met deze serie naboosten. Hoe gaan we dat doen? Ik heb een speler gemaakt, Zlatan Ibrakadabra. Wil je zien hoe die speler is gemaakt? Kijk dan even in de omschrijving. Er zal een linkje naar een verborgen video staan van de livestream van gisteravond. Daarin hebben we deze Zlatan Ibrakadabra gemaakt. Goed, we gaan profclub spelen dus. Dit is één van de twee nieuwe series die ik voor jou ga uploaden met Zlatan Ibrakadabra in de hoofdrol. We willen Ibrahimovic zijn carrière na gaan bootsen en we gaan het proberen zo goed mogelijk te doen natuurlijk. Daarom beginnen we bij Malmö FF. Onze coach heeft mij gelijk al een aantal competitieverwachtingen gegeven. Die zien er zo uit. Gemiddelde wedstrijdbeoordeling van minimaal 6.7 moeten we halen. We moeten minimaal 7 keer scoren en 5 assists geven. En we moeten ook ervoor zorgen dat het percentage doelpunten schoten op minimaal 11% ligt. Dat zijn een aantal doelstellingen die makkelijk te halen moeten vallen. Er zijn al 64 algemeen spits. Dat komt omdat hij gewoon start op 64 algemeen. Zullen dus redelijk in de lijn liggen van de spelers van mijn club Malmö FF. En zodra wij een aanbieding krijgen van een van de andere clubs waar Ibra heeft gespeeld, zullen wij natuurlijk vertrekken. We gaan alleen naar de clubs waar Ibrahimovic heeft gespeeld. Je zag ze net allemaal al in de thumbnail staan. Het zijn onder andere Malmö, Juve, Milan, Barcelona, Ajax, PSG en Inter natuurlijk. Dat zijn de clubs waar we voor kunnen spelen met Ibrakadabra. En dat zal ook binnenkort natuurlijk wel allemaal uitwijzen. We zijn al 500.000 waard, dat vond ik wel mooi. We hebben ook precies dezelfde traits als Ibrahimovic. We hebben dus zijn lengte, zijn rugnummer bij Zweden, nummer 10 is dat. En natuurlijk ook een beetje zijn gewicht. Nou ja, zijn gewicht heb ik een beetje aangepast, want hij was natuurlijk nog geen 95 kilo toen hij net begon op zijn leeftijd. We zijn wel 20, dat is de standaard leeftijd die er ingesteld staat voor profs. Dus daar kan ik niks aan veranderen. We zien onder andere ook dat we zometeen een aantal leenaanbiedingen binnen gaan krijgen. En ik ga vast zeggen, die verwijs ik allemaal naar de prullenbak. Omdat ik zojuist heb verteld natuurlijk, we gaan alleen naar de clubs waarvoor ik en Ibrahimovic allebei zouden kunnen gaan spelen. Ja, Ibrahimovic dan natuurlijk heeft daar al gespeeld. Goed, je zal zien dat mijn coach mij probeert met mannenmacht uit te gaan lenen zometeen. Ik ga al die aanbiedingen dus afwijzen. En ik zal proberen in iedere episode minimaal 4 tot 5 wedstrijden te gaan stoppen. Zullen in vogelvlucht laten zien wat ik heb gepresteerd voor mijn team en wat mijn tegenstander doet. Dus niet, ja, alleen als wij scoren, als mijn teamgenoten scoren of een assist voor mij kunnen maken, dan laat ik dat ook zien. Maar geen enkele acties waar ik niet bij betrokken ben natuurlijk. Goed, we zullen nu de simulatie iets versnellen. Dan zie je dat mijn leenaanbiedingen allemaal langzaamaan binnenkomen en ik ze allemaal langzaamaan afwijs. En is het bijna tijd voor de eerste wedstrijd van Zoals Zlatan. Zlatan Ibrakadabra mag ook spelen van mijn manager, dus daar gaan we natuurlijk het maximale van maken. Nu zie je gelijk dat ik gelijk even de camera switch, want dit vind ik een veel fijnere camera, zelfs voor profclubs. En dan is de aftrap officieel voor mijn tegenstander die hier aftrapt. Het is volgens mij een Pools team of zo. Ik weet niet precies waar mijn tegenstander van komt, maar dit moet een wedstrijd zijn waar gelijk opgaan minimaal in het woordenboek voorkomt. Zo zie je, mijn tegenstander krijgt dan wel gelijk de eerste kans hier met Klipsch of zo. Klipsch, die hier de bal naar voren kan werken. Ik ga niet eens een poging wagen om zijn namen van zijn spitsen te gaan benoemen. Maar hier is het gelijk al buitenspel en hebben wij gelijk de bal terug. Dan is het eerste moment dat wij in balbezit komen nog hier. En Ibrakadabra krijgt dan hier de bal, draait mooi open, paast de bal door naar de speler van ons natuurlijk, de spits. Ik zal ervoor zorgen dat in de volgende episode ook de namen van de spelers boven de andere spelers zijn. Uiteindelijk verliezen we wel de bal en dan
is de kans verkeken. Krijgen we hier de bal uiteindelijk wel terug als Ibrakadabra hier goed vrij gaat lopen. Krijgt hier de bal dan. Probeert de ruimte te zoeken, maar verliest hem uiteindelijk. Krijgt hem wel terug en paast hem dan naar achter. Zo blijven wij balbezit houden. Maar de kans is verkeken. Helemaal als hier de bal natuurlijk voor de tegenstander wordt ingeleverd. Dan krijgt mijn tegenstander hier een hele grote kans. Het is de 23e à 24e minuut als hier Jovanovic weg is. Die krijgt de kans om de bal voor te zetten. Dan is hier een hele goede redding van mijn keeper nodig. Blijft de bal nog wel bij de tegenstander. Dan komt hier de bal bij Kvitsjin. En die krijgt hem bij Pilipchuk. En die wordt onderuit gehaald. En dit betekent een penalty. Ja, een penalty in de 26e minuut. Erg onfortuinlijk natuurlijk. En het is een grote fout van mijn speler die daar ook geel voor krijgt. Ricardinho dus met de eerste gele kaart. En mijn tegenstander staat oog in oog met mijn doelman. Die deze penalty moet gaan keren. Lastige situatie dus. Ik weet niet of het heel terecht was. Nee, ja, het was natuurlijk wel een tackle van achteren. En een gele kaart is dan zelfs geflatteerd voor Ricardinho. Die misschien wel rood had kunnen krijgen. Goed, Sobolewski staat achter de bal en schiet die bal met een lopje. Jazeker, een Panenka binnen. En zo staan we 1-0 achter. Is de 45e minuut en dit schetst eigenlijk het complete beeld van de wedstrijd. Dit soort paasjes die ergens niemands land ingaan. De tegenstander wordt dan wel onder druk gezet en schiet dan de bal hopeloos over de zijlijn, waardoor Ibrakadabra de bal in mag gaan gooien. Ibra gooit dan de bal naar voren, maar ja, staat geen speler en die lokt ook niet aan de bal. Zo lijkt de eerste helft in een 1-0 achterstand te gaan eindigen. Ibra krijgt hier wel de bal, draait goed open en verliest uiteindelijk helaas wel het balbezit. Probeert hem nog terug te krijgen, maar dat lukt niet. Dan wordt de bal naar voren geschoten en dan fluit de scheidsrechter voor de rust. En is het 0-1 bij rust. De tweede helft is toch iets meer voor ons. Al heb ik het idee dat mijn tegenstander ook sterk probeert eruit te komen. We krijgen hier de bal. Ibrakadabra probeert een fancy hakje en gaat hier vervolgens de overtreding. Niet heel slim, we krijgen er gelukkig geen geel voor. Hier worden we goed geblokt en komt er een corner voor mijn tegenstander. Die natuurlijk de bal terecht als corner krijgt. Ibrakadabra kruipt naar de tweede paal, tussen de tweede en eerste paal in. Maar ziet zodra de bal naar voren gaat dat we de kans krijgen om te counteren. Krijgt hier ook heel goed de tackle dan binnen en blijft zelf liggen. Mijn tegenstander kan dan gaan verdedigen tegenover deze counter die wij inzetten. Ibrakadabra probeert dan helemaal onderin naar het midden te kruipen. En krijgt uiteindelijk zometeen hier ook de bal van onze speler natuurlijk aangespeeld. Maar kan hier vrij weinig mee helaas. Verovert hem hier ook niet. En betekent dat de kans weer voorbij is in de counter. Dan krijgen we nog één kans in deze wedstrijd. De 90ste minuut. Als hier mijn teamgenoten naar voren pasen. Hele goede actie hier ingezet. En de voorzet kan komen. En Ibra staat daar en kopt. En kopt helaas net naast. Zonde, 90ste minuut. Het had wat mooi debuut kunnen zijn natuurlijk voor Ibrakadabra als hij op zijn eerste wedstrijd gelijk had gescoord. Dat hij ook gelijk de coach de mond kunnen snoeren. Maar het eindigt hier wel in 0-1. Helaas, de eerste vriendschappelijke wedstrijd gaat verloren. En dat zie je hier ook aan de stad. Het was eigenlijk niet helemaal terecht. Maar ja, we gaan door en dan zien we dat Zlatan een 5.5 krijgt. Wel een aantal verdiensten die wij vrij hebben gespeeld. Die zie je rechtsbovenin. Ik wil gelijk van jou weten. Wil jij al die verdiensten zien? Zo ja, laat het dan even in de comments natuurlijk achter. Dan kan ik ze allemaal laten zien. Ook als we ze in de wedstrijd krijgen natuurlijk. We hebben één kans gehad. Die ging wel op goal en één schot naast gehad. Helaas. In de eerste wedstrijd ging daarom met 1-0 verloren. Dan spoel ik even door. Krijgen we wat leenaanbiedingen die ik niet ga accepteren. En besluit mijn coach me niet op te stellen voor de volgende wedstrijd. Het gaat hem duur komen te staan. Want tegen Nationaal krijgen we eerst de gele kaart tegen. Vervolgens scoort Copete de 1-0 en de 2-0. En zo staan we bij rust 2-0 achter. Uiteindelijk verliezen wij ook nog eens. Ah nee, de tegenstander verliest een speler in Peralta. En dan ook voor de tweede wedstrijd passeert mijn coach mij. En wij scoren hier wel gelijk de 1-0 met Tern. Maar Vilal Pando scoort de 1-1 voor Pachuca. Dan komen we nog op 2-1 voorsprong. Zometeen door Eriksson. Een gelijkspel. Pizarro dan uiteindelijk. En zo blijft het 2-2 bij deze derde wedstrijd van deze episode. De episode loopt ook al op zijn eind hier. Omdat ik de eerste episode natuurlijk een beetje lang al vind. Zo voor het einde van de eerste episode. Dus je ziet hier nog één keer de doelstellingen voor deze week. Dus we moeten minimaal 9 halen, 1 keer scoren en 14% doelpunten schoten en minimaal 1 assist. Goed, ik hoop dat je even een like achterlaat voor de eerste episode van Zoals Zlatan. Daarnaast is mijn naam SkillmoveVZ. Dank je voor het kijken, het liken, te abonneren en laat even in de comments achter wat je van deze serie natuurlijk vindt. Er zal nog een serie komen, die gaat in Ultimate Team zijn, maar over een aantal weken pas. Goed, ik hoop dat je hebt genoten. Laat eventjes alles achter en ik zie je graag de volgende keer terug bij Zoals Zlatan. Later!